Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zondag. Mag ik niet liegen? Het is namelijk... Ja, lekker lange intro en niet goed voorbereid. Het is vandaag zondag 7 juli, 16:53. We zijn nu even lekker aan het fietsen. Even kijken hoe lang we dus nu aan het fietsen zijn. Bijna 3 kwartier en 10,32 kilometer. Ja, we gaan goed. En dat voor mij alweer voor de eerste keer na mijn operatie zo lang. Ja. Ik ga weer even naar Ro toe, want Ro die staat daar. Bij dat treintje. Vast te maken. Die komt vast en zeker in. Ja, we nemen jullie even een klein stukje mee op de fiets. Wat eigenlijk niet meer mag. Dus sorry voor de beelden die jullie nu even gaan krijgen. Ja. Ik ga even naar Ro toe fietsen, een stukje. Ga je doen? Mag dit? Wat ik nou aan het doen ben? Nee. Ja, ik ga even stoppen bij Ro. Ja, hier kan je heel mooi zwemmen, schat. Hè? Het is badwater. Badwater, ja. Misschien dat je dat zometeen thuis een beetje in kan zoomen en eruit kan halen. Maar hoe vind je in de route nu zelf, schat? Wel aardig. Nee, even hier. Wel aardig. Dus vertel. Wat moet ik vertellen? Je ziet zelf de route. Hier, met veel groen erin. Even kijken wat ik kan laten zien. Een treintje. Ja, dat heb ik zo al gezien dat verteld en dat sowieso ook in de vlog komt. Dus die kunnen ze mooi bekijken. Niet zien schat, nee, maar het is te veel weerkaatsing. Dus wij nemen jullie even een stukje mee, ik ga weer op de fiets stoppen en dan zometeen doen we jullie uit. Sorry voor de beelden, ja, maar ik moet ook opstappen vanzelf, kijk. Koekoek! Rij al, ja? Ja, boef. Komt niks aan. Maar weer langs. Ja. De GoPro moet ik weer even, nog even opladen. Dus ook dat komt er binnenkort weer aan. Waar ben jij? Mijn man die rijdt daar. Hij rijdt nu aan die kant, jongens. Ja, gezellig toch? Ja! Dames en heren, appel en peer. Zo, en toen waren we er weer, want we moesten net even oversteken. En ik wist dus, oh, dat was mijn bel die jullie in zicht hadden. Hahaha, heel handig. Mooie bel. Hele mooie bel. Onbeperkt bellen voor mijn twee. Ja, precies. Maar daar is eigenlijk al de GoPro moet weer even opgeladen worden. En dan hebben jullie weer andere mooie beelden in het vooruitzicht. Om dat met ons wij weer met jullie te kunnen delen. Kijk, treintje toetelt hiernaast. En wij moeten weer eventjes zometeen sowieso even ergens, weet ik veel waar, een leuke nieuwe intro maken. Wij samen. Ik wil hier 50 rijden, mag dat? 50? Hè? Over het water heen, ja.
Nog een treintje. En een jogger in beeld. Hè? Ja. Ja, is handig toch? Als je wat praat, schat, je moet echt harder gaan praten. Ja, is goed. Maar waarom staat er 8,0T dan? Ja, dat is de fout hier. 50 mag toch niet? Losloopgebied, oké. 8,0 kopjes thee, lekker. Ja, en hier is toch geen politie te vinden, dus... Oh, mag ik aan de andere kant fietsen, want ik zit hier nou precies. Dankjewel. Allemaal tuintjes, complexen. Ook heel mooi. Bankje. Bankje, inderdaad. Heel mooi bankje. En daar heb ik mijn man rijden hier naast mij. Jullie hier. Hè? Jullie hier. Scheelt weer. Ja. Oh, hele mooie bochtje. Ja, is goed. Ik ga eerst. Jullie staan er mooi op. Wee! Ja. Dat is een bord met de kom. Niets te doen. Nou. Hier staat een onderbord met uitzondering van bewoners. Ja. Dus de bewoners mogen wel iets doen op het gras. Geen toilet dan. Het is hier wel lekker mooi wonen trouwens. Nee. Want? Gewoon niet, ik wil lekker door. Nee. Nee. Gewoon niet. Nee, nooit. Helemaal nooit. Je doet je best maar. Weet je nog de weg weer terug dan? Nee, daarom. Hè? Daar kon je toch naar rijden en daarop staan. Ja, dat is prima joh. Wat jij wil. Mag dit? Ik ben nou niet aan het appen, dus. Nee, niet aan het appen, nee. Je hebt wel één. Oh, en we moeten hierin. Doe even je hand uit, joh. Gek. Ja, en we zijn dus nu nog steeds lekker aan het fietsen. Sowieso. Ja, dan nu even pauze. Hè, schat? Nee. En dit is een hele leuke. En voor mensen die kinderen hebben, dus ook voor de hummeltjes. Klimpark Vlieland. Nou ja, dat ligt vlakbij, we helpen even Voorschoten Leiden. Voorburg, ja. Leidschendam. Voorburg, Leidschendam. Ja. Ergens in die contraille, zegt hij. Ja. En anders kun je het altijd nog even op Twitter kijken. Hier heb je Twitter. Twitter.com/klimeiland. Of het klimeiland.nl. Ja. En we zijn ook gelijk even tijdig even gelijk aan het eten. Een pauze aan het houden dus. Ook erg lekker. Roos ook even aan het eten. En dan gaan we zo meteen weer op de fiets. Pleitos. Ja. En dan nemen we jullie weer een stukje mee. Strakjes.
Niet te vergeten, toch? Nee. Nee. Lekker. Lekker, hè? Ja, dacht ik al. Maar hoe vind jij het? Nou, mooi. Ja, mooi. Wat? Mooi. Vertel. Vertel het eens aan de kijkers wat wij dus nu aan het doen zijn en hoe lang, et cetera, ongeveer. En hoeveel kilometer? Nou, we zijn ongeveer 1,84. Nee, even serieus. Nee, een aantal kilometers aan het fietsen. De kof, 25. Bijna, ja. En nou, flinke rondrit gemaakt. Hebben we een spoorwegmuseum gezien, dacht ik. Nee, ja, zoiets. Museumpje. Eén locomotief. Ik dacht een diesel. Meer gezien. Een waterattractie, een klimpark. Ja, dat is dus nu hier. Dit is het klimeiland. Ja. Daar verderop is een waterattractie om dingen in het water te beklimmen en te sporten. Je kan daar zwemmen, surfen, kitesurfen, weet ik wat allemaal. Van alles. Alle watersporten, bijna. Behalve waterhockey, dat kan niet. En ja, het is gewoon een grote vijver, een meertje. Met een afgezet stuk speciaal voor zwemmers. Dus we mogen geen watersporters komen die met voertuigen, vaartuigen komen. En het terrein hier heb ik zelf nog niet gezien. Nee, ik ook niet. Er schijnt een klimtoren te staan van een aantal meters hoog. Je kan klimmen op 1 meter, 4 meter, 7 meter en 11 meter. Hoe hoger je komt, hoe moeilijker het parcours is. En iedere keer kom je ergens uit dat je weer terug naar de grond kan. Hebben we begrepen via de site. En het lijkt wel een keer interessant om te doen. En wie is, wil je daar eens een keertje een challenge mee gaan doen? Of nou, met jou iemand, natuurlijk. Nee, maar even iemand ook van mij uitdagen van de YouTubers. YouTube, nou misschien de Hummeltjes. De Hummeltjes. Lijkt me leuk. En met de dames? De dames en de heren. Ja, met Matthias, Bianca en... Matthias, en Joshua. Bianca en... Bianca? Marijke. Rijksbrand. Ja. Ook, hele goeie. En misschien ook met Ellen. Toch met Ellen, ja. En hoe heet die andere... Ja. Bentos. Koken met, volgens mij, weet ik even niet. Maar daar komen we wel achter. Zij komt heel vaak bij en bij de Hummeltjes. Oké, dat weet ik even niet. En daar gaat een vliegtuig over, jongens. Ja. Ja, ik denk, nou, opname niet mogelijk. Ja. Net wou ik dus even niet opnemen, nu weer wel. Dat is mooi en ik pak hem even goed in de handen. Zo. Zo, kan ik even iets meer zien met wat ik doe. Nee, maar ik heb even het schermpje zo gedaan. Lekker een moppie hier fietsen, hè? Mooie wolkenvelden. Hè? Wat? Natte wolken. Ja, dat is mooi. Kijk, heel groot meer. Zijn er ook nog niet. Kijk, en daar heb je weer Den Haag. Ja. Hè? Ja. Nou, dan heb je hier dus een snelweg.
vliegtuigje. Wat voor pad is dit? De Hoofdpolderpad. Ja. Ergens. Wat een groot park, hè? Uh-huh. De Vliet eiland. Dat is een eiland. Je zal hier maar wonen. Ja. Hè? Ja, lekker toch? Zo, de pollen, lekker. Je zit een manege zo. Kikken. Lekker wonen hier. Heerlijk! De rust, ruimte, vrijheid en paardjes. Kijk, dat is mooi. Wauw! Ik zag een ratje lopen net. Zo, wauw! Dat is echt een manege dit, een soort van. Het is gewoon een dijkje hier. Kikker. Ja. Zie je ook niet vaak, hè? Nee. Heb je daar ook nog een weggetje langs, oké? Okay. Ja, dat was wel een dus krijg ik zo meteen. Ja. Ik zie die weer. Hebben we net een auto rijden? Kijk. Ja, de pollen weer weg. Dat is mooi. Weer een nieuwe lading aan. Hè? Huh? Probeer een nieuwe lading. Nee, valt mee. Mooi schuurtje erbij. Zeker wel. Zo.
al zwaluwtjes gehad. Mooi hè? Geen die je gezegd ook alweer één zwaluw in de lucht is. Eén zouden maken in de zomer. En beter één vogel in de hand dan tien. Hij zou ook echt niet zeggen dat je hier langs de snelweg rijdt. Ja, een hele goede avond. Ja. Wij zijn al inderdaad een enige tijd thuis. Het is nu alweer 11:45. Ja. Roos even met de hondjes. En ik ga even Pokémon vangen. Dat vind ik leuk. En het was een hele leuke dag. En wel vermoeiend voor mij, maar oké. Mag de pret niet drukken. Ik wil zeggen, vonden jullie het een leuke vlog? Dan zou ik zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer maar weer. Doei!